De afgelopen jaren zijn alle scholen in Harlingen vernieuwd of zelfs helemaal nieuw gebouwd. Vrijdagmorgen was de eerste steenlegging van de verbouw en nieuwbouw van OBS Het Wad aan de Middelmelaan. Dit is de laatste basisschool in Harlingen die in een nieuw gebouw wordt gehuisvest. De wethouder van onderwijs, Peter Glasbeek, was erbij en natuurlijk alle leerlingen van het Wad. En ik vind het ook heel leuk dat we hier nu met elkaar eigenlijk op de vloer van het nieuwe gebouw staan. En over ongeveer 240 dagen, dan staan we in het speellokaal en we staan in de ruimte van de buitenschoolse opvang. Verder hebben we in de koker een namenlijst van alle leerlingen gestopt en ook een foto van het huidige personeel. Of ze daar over 50 jaar blij mee zijn, weet ik niet. Ja, dan moeten jullie die natuurlijk dragen, want dit is wel, dit moet even sterke kerels moeten dat even doen natuurlijk. Hè. Ik wil het ook doen. Ja, nou, dan gaat Til het maar met z'n tweeën dan. En dames en heren, in die koker, ja, daar zitten alle kinderen die op dit moment op school zitten. Als je het oude hoofdgebouw ziet, je nog voortdurend het idee hebt dat de Tweede Wereldoorlog nog maar net afgelopen is. Het ziet er niet uit op dit moment en het wordt toch prachtig. Wat is je naam? Sven. Hey Sven, wat zit daar nou in? Een koker. Daar zit de koker in. Mm-hmm. En vertel eens even aan de mensen thuis wat er in de koker zit. Eigenlijk zit er tekeningen in. Een wat? Tekeningen. Tekeningen. Heb jij er ook een tekening in gestopt? Ja. Ja. Vind je het dan niet zonde dat die dan verstopt wordt? Ja. En wat gebeurt er nu? Gaan alle ballonnen. Alle ballonnen? Ja. En wat hangt er aan die ballonnen? Kaart? Allemaal gekke kaartjes, ja. Nou, wel mooi om te zien, hè? Yay! Hey, maar hier zitten ze dus in, alle tekeningen, Sven. Hier zitten alle tekeningen in. Ja. En wat gaat daarmee gebeuren over 50 jaar? De dop eraf. De dop gaat eraf. En dan ben jij natuurlijk een hele, kijk maar eens even, Sven is nu namelijk heel jong, maar straks ben jij heel oud en heel sterk. En dan draai jij die dop eraf. Ja, en dan zie jij die tekening. Ja, voor mij jong. En wat wil je laten worden als je groot bent? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik ook nog steeds niet, dat is helemaal niet erg. Ik sta bij Emma en bij Wim. En in welke groep zitten jullie? Vier. Allebei in vier? Ja. Toch niet in dezelfde klas ook? Ja. Zult u zien, in dezelfde klas. Hey, dit is een best een mooi moment. Hebben jullie ook een tekening gemaakt die nu in de koker zit? Mm-hmm. Ja. Maar vind je het niet zonde dat hij nou begraven wordt? Nee. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel, toch een beetje? Ja. En kun je uitleggen waarom? Omdat ik vind het best wel speciaal, omdat nu wordt onze tekeningen in de muur gemetseld. Ja. En dat is best, vind ik, best wel bijzonder. En straks dan zijn jullie, dan hebben jullie allemaal rimpels, zijn jullie oud en lopen jullie allemaal krom. Dat is nou, laten we zeggen, over een jaar of 50. Dat kunt u zelf ook wel inschatten, denk ik, thuis. En dan gaat die grote dop, die gaat er weer af. En dan komen al die tekeningen weer. Ja. Ja. Denken jullie dat het leuk is om te zien? Ja. Ja? Heel erg. Kun je ons even vertellen wanneer je die tekening hebt gemaakt, allebei, en wat erop staat? Nou, bij mij staat erop dat ik, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik zag je al nadenken van, nou, wat was het ook alweer? Ja. Ja, weet jij het nog wel? Nee, eigenlijk ook niet. Nee, maar waar moest je de tekening over maken? Weten jullie dat nog? Ja. Nou. Over hoe je 50 jaar wordt en hoe het nu is in de klas en wat je nu allemaal beleefd hebt. En hoe is het nu in de klas? Dat is een hele goeie. Heel leuk. Ja, waarom? Omdat onze juf is ook hartstikke aardig. Wie is de juf? Dan kunnen we even met z'n allen naar de juf zwaaien. Juf Sonja. Ah, even zwaaien naar juf Sonja, jongens allemaal. Dag juf Sonja.
Ja, waarom is juf Sonja zo leuk? Omdat ze kan wel een beetje streng zijn, maar ook ze kan echt heel veel leuke grappen maken. Maar dat is de beste juf, toch? Een beetje grappen, maar soms ook een beetje streng. Ja. Ja. Hey, en dat jullie naar een nieuwe school gaan, Wim, vind je dat leuk? Ja. En hoe ziet de oude school er nu uit? Nou, wel een beetje klein. Ja? Een kleine klas. Zeg maar gewoon klein, stom en lelijk. Ja. Klein, stom en lelijk. Hoort u dat? Klein, stom en lelijk. En deze, die wordt? Groot en heel mooi. Hoe wordt die? Heel mooi. Heel mooi. Ja, die wordt veel mooier natuurlijk. En heel groot. Hey, en laatste vraag. Wat willen jullie worden als je groot bent? Ik een modeontwerpster. Mode? Nou ja, dat kunt u wel zien natuurlijk thuis. Hè? De prachtige kleren heeft ze aangetrokken vandaag. En jij? Ik wil automaker worden. Automonteur. Nou, daar staat hij. Opa. En een oude opa. Nou, jongens, heel veel plezier en doe je best op school, hè? Ja.